Ja, Stef Wijlaars. Vorige week stelde de onder 21 hun promotie al veilig. Dit weekend de onder 18 kampioen. Dat moet jou als hoofd jeugdopleiding een goed gevoel geven, denk ik. Ja, absoluut. Inderdaad, onder 21 gepromoveerd. Een week later zijn we met de onder 18 kampioen geworden tegen Go Ahead Eagles in Deventer. Ja, daar ben je natuurlijk ontzettend blij mee. Niet dat een kampioenschap of een promotie het allerbelangrijkste is binnen een jeugdopleiding, hè. Uiteindelijk gaat het erom hoeveel jongens we doorbreken in het eerste elftal. Daar worden we op afgerekend. Dan klinkt dat wat zwaar, maar daar doen we het uiteindelijk voor. Maar ja, een succes van een kampioenschap of een promotie is natuurlijk goed voor het vertrouwen. Dus ja, daar kijken we goed op terug, absoluut. Ja, dan gaan die twee teams nou een niveautje hoger spelen. Nou is er recent een hele wijziging geweest in die jeugdreeks. Hè? Welke niveaus, welke namen eraan vasthangen. Kun jij een beetje een duiding geven in op welk niveau onze jeugdteams eigenlijk allemaal actief zijn? Ja, ik moet zeggen, we hebben 7 teams. Die spelen allemaal op een ander niveau. We spelen halve competities. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we tot december een competitie spelen. Wel met een heen- en een terugwedstrijd. En na de winterstop weer. Eigenlijk door de coronaperiode is het eigenlijk... heeft het doorgelopen tot en met februari. Dus nu zijn de competities geëindigd en gaan we door naar de volgende ronde over 2 weekjes. Of dan starten we eigenlijk de tweede competitiehelft. Verschillende teams. Kijk, we spelen bijvoorbeeld in de tweede divisie met een aantal teams. Dat is de 1 na hoogste. Je hebt de eerste divisie, daar zijn ploegen 1 tot en met nummer 8 spelen daar. Tweede divisie zijn eigenlijk nummer 9 tot en met nummer 16 van Nederland. We hebben ook teams die komen uit op de derde divisie of vierde divisie. Ja, tel dat maar door naar onder toe. Zo moet je dat eigenlijk zien. Ja, iedere club die noemt natuurlijk dat de jeugdopleiding een levensader is voor de club. Hoe uitziet dat bij FC Den Bosch? Ja, ik denk dat FC Den Bosch bewijst dat de jeugdopleiding heel belangrijk is voor hun. Hè. Natuurlijk, dat speelt al vanuit het verleden. Hier in het verleden zijn altijd heel veel jeugdspelers doorgebroken richting het eerste elftal. In de tijd dat het financieel wat moeilijker was, kon de club eigenlijk altijd terugvallen op eigen jeugd. En als je op dit moment ziet het procentuele bedrag van de begroting van Den Bosch wat naar de jeugdopleiding gaat. Ja, dat tekent dat, dat de club er belang aan hecht. En ook als je kijkt naar de trainers, aan de selectie of naar de trainerssamenstelling. Daar zit heel veel kwaliteit in. En ook met Jan de Hoon, Willem van Overbeek, die onderdeel van het eerste elftal zijn en van de jeugdopleiding. Dat straalt kwaliteit uit. Ja, Jack de Gier zei eerder ook al dat Jan en William ook in de jeugdopleiding betrokken zijn. Dat voor hem echt van belang was. Zie jij dat ook zo? Ja, absoluut. Daar hebben we ook echt op ingezet. We willen heel graag die combinatie hebben natuurlijk. Hè. De lijntjes moeten kort zijn. Natuurlijk kan een hoofdopleiding veel praten, sparren met de hoofdtrainer. Maar op het moment dat je eigenlijk met elkaar op het veld staat. Dus in dit geval Jan en William. Zowel bij het eerste elftal als bij de onder 21 en onder 18. Dat is voor ons heel belangrijk. En daar zijn we heel blij mee dat we in ieder geval die trainers hebben kunnen verlengen. Absoluut. Ja, er wordt ook vaak gezegd dat FC Den Bosch opleidt op zowel het voetbalinhoudelijk als op het sociale vlak. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we hebben verschillende pijlers binnen de opleiding. Sociaal is natuurlijk wel heel belangrijk. Kijk, we weten dat hier veel jeugdspelers uiteindelijk betaald voetbal gaan halen. Vanuit het verleden, maar toch praat je dan misschien over 10%. Dat betekent eigenlijk een simpel rekensommetje dat 90% van onze jongens zal geen profvoetballer worden. Dat begint al op het moment dat ze hier binnenkomen. Dat we gewoon het eerlijke verhaal schetsen. Van kom hier binnen en probeer de beste te worden die jij kunt worden. En als je aan het einde betaald voetballer wordt, ja, dan is dat mooi meegenomen. En natuurlijk zetten we daarop in. Dat betekent dat je eigenlijk binnen de opleiding inderdaad zeker rekening mee moet houden dat andere facetten voor spelers ook belangrijk zijn. Die later in de maatschappij, in het bedrijfsleven, als ze daar gaan werken, weer terugkomen. Heel veel gebeurt onbewust. Ik bedoel, de discipline die is hoog binnen de opleiding. Dat betekent op tijd komen. Hoe ga je om met teleurstellingen? Het is niet allemaal mooi weer binnen de opleiding. Teleurstellingen kan zijn op het moment dat je een keer wissel staat. Of je komt te laat. Hoe ga je daarmee om? Blessures. Daarnaast hebben we een samenwerking met New Heroes. Dat is de hoofdsponsor van de jeugdopleiding. Zij bieden eigenlijk competentietrainingen aan alle jeugdspelers, maar ook jeugdtrainers. En daarin kunnen ze eigenlijk al gratis cursussen volgen. Met een duur van 2 weken tot 2 maanden. Waarin ze bepaalde competenties trainen die ze zowel in het voetbal kunnen gebruiken. Denk aan feedback geven, feedback ontvangen. Maar waar ze ook iets aan hebben in hun latere carrière. Ja, je noemde het net zelf eigenlijk al dat 90% van de jongens het niet haalt.
Is het lastig om daar uiteindelijk mee over die, met die jongens in gesprek te gaan? Dat valt wel mee. Kijk, het gaat er allemaal om, wat zeg je aan de voorkant op het moment dat jongens hier binnenkomen? Kijk, als wij jongens vragen om bij de opleiding te komen spelen, dan hebben we daar intakegesprekken voor. Met spelers, met ouders. Nou, die duren ongeveer een uurtje. Wally Pennings, coördinator van de opleiding, voert die gesprekken. Dat doet hij al ruim 20 jaar. Dus die weet heel goed hoe we die gesprekken moeten voeren. En nogmaals, daar wordt gewoon aangegeven van, oké, wat is de doelstelling binnen FC Den Bosch? Wat wil je hier bereiken in de komende jaren? En daar wordt, het klinkt vreemd, maar in het intakegesprek wordt al gesproken over uitstromen. Dat 90% ergens binnen de opleiding uitstroomt. En ja, hoe ga je daarmee om? En ja, voor ons blijft het gewoon heel belangrijk om dat altijd bespreekbaar te maken. En als het moment dan zover daar is, mag het in principe niet als een verrassing komen. Dan heb je daar al gesprekken over met spelers of ouders gedurende het seizoen. Om de landing wat zachter te maken. Ja, zeker in de onderbouw werk je dan echt nog met kinderen eigenlijk. Wat is de rol van ouders dan binnen die opleidingen? Ja, wij vinden ouders ontzettend belangrijk. Kijk, we hebben de jongens ongeveer 2 uur per dag, 3 à 4 keer in de week tot onze beschikking. Daarin proberen we veel kennis over te dragen, voetbal inhoudelijk, maar ook wat andere zaken. Alleen het simpele feit wil dat de jongens gewoon nog meer thuis zijn. Dus voor ons is het heel belangrijk dat we op één lijn zitten met ouders. Dat we ouders durven te beïnvloeden ook, hoe zij het beste met hun kind kunnen omgaan dat voetbaltalent heeft in dit geval. Tot een bepaalde grens. Kijk, we hebben liever niet dat de ouders zich gaan bemoeien met de opstelling en de speelminuten. Dat is voor ons konto, dan moeten wij monitoren dat dat goed in balans is. Maar alle andere zaken, ja, daar willen we ze zeker bij beïnvloeden. Ja. Ja, jullie maken als jeugdopleiding ook gebruik van data. Dat is een heel breed begrip, een heel populair begrip ook. Wat halen jullie eruit voor die jongens? Data, inderdaad. We zijn met een aantal pilots bezig binnen de opleiding. Onder andere met Voetbal Forward. We hebben een aantal metingen daarvan gehad. Zij hebben gigantisch veel data. Nou, op het moment dat ze een wedstrijd meten, zoveel data dat wij eigenlijk niet eens meer weten wat we ermee moeten. Dus we zijn op dit moment een plan aan het schrijven richting een nieuw seizoen. Van oké, welke data willen we graag hebben van onze spelers? Welke zijn relevant? En welke passen wij eigenlijk bij onze speelwijze? We willen eigenlijk gewoon hapklare brokken hebben voor onze trainers. En denk aan het aantal meters gelopen, hoeveel sprints hebben ze gemaakt, op welke snelheid hebben ze gemaakt. Wat doen spelers op het moment dat we 1-0 achterkomen? Wat doen ze als we 1-0 voorkomen? Uiteindelijk moet data altijd gecombineerd worden met videobeelden. Dus die combinatie die is voor ons wel belangrijk. Is dat ook hoe jullie onderscheiden, bijvoorbeeld ook naar potentiële jeugdspelers toe? Er zitten natuurlijk heel veel betaald voetbalclubs hier in de omgeving. Hoe overtuigen jullie dan die jongens om alsnog bij FC Den Bosch te komen spelen? Ja, nou, ik denk dat we daarin goed doen wat je zegt. We hebben heel veel concurrentie vanuit andere clubs. We vissen met z'n allen eigenlijk in dezelfde vijver. Maar we hebben een heel sterk verhaal. Kijk, we hebben de feiten spreken voor zich. We hebben veel jeugdspelers die hier doorbreken in het eerste elftal. Dat is natuurlijk voor veel spelers belangrijk. Je kan een goede opleiding hebben, maar op het moment dat ze niet de kans krijgen in een eerste elftal, ja, dan is het natuurlijk wel zonde. Nou, dat hebben we voor. Maar daarnaast ook de manier hoe we met elkaar omgaan. Niemand binnen de opleiding voelt zich te groot. Iedereen werkt gewoon ontzettend hard. Plezier staat voorop. Plezier staat absoluut voorop. Op het moment dat jongens geen zin meer hebben om naar de club te komen, dan doen we echt iets fout. Dus plezier in combinatie met ons professionele programma. Ik denk dat we daarin onderscheidend zijn. Ja, en tot slot, hebben jullie nog een lange termijn visie, een doel waar je naartoe werken, buiten zoveel mogelijk jongens afleveren aan het eerste elftal hier? Ja, uiteindelijk blijft dat wel de hoofdtaak, zoveel mogelijk jongens opleiden voor het eerste elftal. Indirect leid je ook op voor de omgeving. Want als jongens het bij ons niet halen in het eerste elftal, ja, dan hoop je dat ze naar een amateurclub in de regio gaan, want uiteindelijk halen we ook de jongens van hen vandaan. En het zou mooi zijn als we daarin iets terug kunnen geven. Ja, uiteindelijk willen we nog een professionaliseringsslag maken binnen de opleiding om jongens op te leiden voor het eerste elftal van een nog hoger niveau. En dat is waar we elke dag keihard voor werken.